Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal. Ik ga vandaag voor jullie een liefdesreading doen. Ik heb al de fles met brievenpost hier staan, andere leuke dingetjes. Ik heb drie glaasjes. Ik kan je zo kiezen, in het glaasje zitten ook nog spulletjes. Dus het wordt een mooie reading over het gebied van liefde. Wat jouw geliefde voelt, wat hij wil zeggen of zij, hè, ligt eraan hoe je kijkt. En dan, ja, het komt hier uit. In ieder geval, like, deel en word abonnee van mijn kanaal. Druk op het belknopje om ja, niks meer te missen. In ieder geval, ja, kijk maar even welke je aantrekt door het glas. Dus de gele met blauw. Of de blauwe met lichtblauw. En dit is de rode. Rood met blauw. Dus dit zijn de glazen die je kan kiezen. In ieder geval tot zometeen. Doeg! Hallo, eerste groep. De gele. Welkom. Ja, jouw geliefde. Ja, die wil vooruitkomen. Die gaat communiceren. Dit is een snelle beweging. Acht van staven is een kaart van versnelling. Communicatie, dat dingen echt sneller gaan. Misschien dat hij ook naar je toe komt vliegen. Daar staat deze kaart ook voor. Jouw geliefde wil communiceren. Nieuw begin is dit ook. Ook in communicatie. Hier zie je een muis. En die muis die zit eigenlijk te kijken van ja, dat geluk hè, wat wegvliegt. En hij wil eigenlijk, hier zijn er nog twee over, maar hij wil eigenlijk deze twee nog pakken. Dus hij wil zijn kans grijpen voor geluk. Want als je een paardenbloem uitblaast, is dat ook, ja, dat je een wens mag doen. Dus hij wil een wens doen. Hij wil dit manifesteren. Dit is de keizer, hij gaat in zijn kracht staan, hij heeft heel veel krachtdieren bij zich. Hij zelf ook natuurlijk een mannetjeshert, een bok heet dat misschien. En ja, hij wil de liefde manifesteren. De lady en de lord. Hij wil samenkomen. De geliefde. Hij weet dat jullie bij elkaar horen. Goed, de volgende kaarten. Hij weet dat hij een zielspad moet lopen met jou. En dat jij zijn gelijkgestemde bent. Misschien komen er ook wel andere gelijkgestemden op zijn pad. Maar jij weet dat hij bij jou hoort. Jullie hebben tijd rond elkaar heen gedraaid. Omdat hij niet wist wat hij wou, deze persoon. Maar er komt een nieuw begin, hier met een ei. Er is een nieuw begin op komst in de liefde. Dus dat ronddraaien, dat gaat over. Dat om elkaar heen draaien. A blessing to find the truth. Ja, de waarheid moet nog verteld worden. Ik ga eventjes in het boekje kijken. Welke zegening er is. Ja, de waarheid zien in de situatie. Misschien waar hij in zit. Zodat hij keuzes kan maken met volle bewustzijn. Dat hij denkt van, ja, waar ik nu ben, ben ik niet gelukkig. Of dit werk past niet meer bij mij. Of die familiebanden die zijn niet goed. Dus hij moet zijn lamp van de waarheid laten schijnen. Zodat dingen verlicht worden en in het licht gezet worden. Dus de waarheid moet zijn weg vinden naar zijn ziel. Dus dingen moeten tot de, ja, komen aan de oppervlakte. Echt de waarheid zien achter sommige mensen die misschien maskers dragen. De puurheid in zichzelf vinden. Ja, familie, vrienden en guides, ja, die mogen helpen. Misschien zijn sommige vrienden toch niet zo betrouwbaar. Dat mag hij gaan zien.
Maar hij mag optimistisch zijn, jij ook. Want ik zie toch heel veel fruit en de zon schijnt op deze kaart. Een hele mooie zonnige kaart. Bewustwording, ja. Hij ziet het nou misschien optimistischer in. Omdat hij de waarheid ziet in mensen. En misschien ook op zijn pad. Dat hij niet meer in rondjes gaat lopen nu. Ja, er zijn mensen die hem lesjes hebben geleerd. Hij kan misschien nou ook door al die ervaringen mensen onderwijzen. Maar zijn gidsen helpen natuurlijk ook met dingen leren. Lijkt wel of hij dat leuk vindt, dat hij daar ook wel behoefte aan heeft, al die lessen. Hij is misschien ook leergierig, maar ook wel, ja, zijn natuurlijk ook wel zware lessen. Dat is minder leuk natuurlijk, maar ja, misschien is hij ook wel spiritueler geworden. Ja, de controle loslaten. Laat de situatie zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Dus hij moet iets loslaten. En het op een natuurlijke manier laten ontwikkelen. Want er is wel aantrekkingskracht tussen jullie. Je trekt romantische liefde aan door op dit moment ten volle te genieten. Ja, als iemand vrolijk is, en dan is er natuurlijk meer aantrekkingskracht, hè? Dan... Ja, dat is natuurlijk leuker dan dat iemand depressief aan komt zetten. Laten we nog meer kijken. Ja, deze liefde wordt een nieuw leven ingeblazen. Het is een magisch moment als er weer nieuw leven ingeblazen wordt in deze relatie. Er zijn heel veel dingen die synchroon lopen met jullie. En dus ja, de divine counterpart, dus de andere helft, ziet dan ook de zegeningen van momenten van synchroniteit. Dat je denkt van, oh, wat een toeval. Het kan zijn beide kanten, dat je denkt van, oh, wat een mooi wonder. Maar het is zo geregeld door het universum. Even liefdeskaartjes. Ja, stel je voor dat alle ongewenste gedachten zullen veranderen, zullen oplossen in het licht. Creëer ruimte voor de nieuwe kansen en mogelijkheden in jouw leven. Dus ja, alle problemen oplossen en gedachten die niet meer dienen voor de nieuwe mogelijkheden in het leven. Als je iets kon doen, staat hier, wat zal het dan zijn? De antwoorden, ja, die vinden huis in je hart, niet in je hoofd. Want de hart is de opening naar de ziel. Dus deze persoon kan zijn dat hij heel veel in het hoofd zit. En deze persoon moet luisteren naar het hart. Kijken. Hij wil ook zeggen, blijf in mijn armen liggen tot de dag aanbreekt en blijf daarna nog wat langer. Er staat ook, er is maar één geluk in het leven, te beminnen en bemind worden. Ja, dat is het mooiste, hè? Liefde weer krijgen van iemand waarvan je houdt. Kijk wat hij nog meer wil zeggen. Mijn ziel zegt ja tegen jou. Ja, als hij luistert maar naar zijn ziel, hè? Ik wou dat we al samen konden zijn op dit moment. Dus die wens is er wel. Ik vind het moeilijk dat ik nu niet met je kan praten. Geldt niet voor iedereen, maar sommigen hebben wel contact. En dan is het toch niet dat. Niet over de echte gevoelens. Er is misschien vriendschappelijk contact. Ik wil nu het juiste pad bewandelen. Goed, kijk wat hierin zit. Ik heb twee dobbelstenen en ik heb wat dopjes. Eerst is ja, engelenhulp. Hij is een engel, jij bent een engel. Hij ziet je als een engel. Ja, drie hartjes. Het kan zijn dat er nog een derde partij is. Maar als dat niet het geval is, is er heel veel liefde van hem voor jou. Ja, hij maakt
Ja, hij moet soms blozen als hij denkt aan bepaalde dingen die zijn voorgevallen tussen jullie. Schaamt hij zich eigenlijk voor. Hij wil stappen zetten. Kan zijn dat ik een huisdier heb. Goed, en nou dit. Ja, de weegschaal was niet in balans tussen jullie. Jullie bleven maar cirkels lopen rond elkaar heen. Maar er gaat eindelijk een lampje branden bij hem. Hij gaat dat eindelijk zien. Goed, ga ik dit even bijpakken. Wat vindt hij het leukste van jou? Je gevoel voor humor. En nou heb ik toch iets over wat hij fijn vindt met jou te doen. Wat denkt hij aan? Jouw strelen. Goed, dit was de eerste groep. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval, tot de volgende keer. Doeg! Hallo, de tweede groep, de blauwe. Welkom. Ik ga even bij de tarotkaarten kijken. Ja, deze persoon krijgt een torenmoment. Je ziet heel veel paarden daar in de lucht. Maar ja, er gaat echt hier... Schieten ze op die toren. Dus er gaat wel iets instorten bij deze persoon. Iets wat niet meer past. Misschien heeft deze persoon... ja, heb jij deze persoon afgewezen? The Queen of Swords. Maar deze persoon houdt jou wel in de gaten. Het kan ook zijn dat het andersom is. Als je misschien als man kijkt, dan dat jij iemand in de gaten houdt, omdat je afgewezen bent. Maar deze persoon, dus groep 2, gaat het toch een moment krijgen. Maar ja, dat leidt wel tot een overwinning van ja, iets anders. Hè? Dus dit hoort te gebeuren, zodat jullie ook samen kunnen zijn. Dat geeft ook een overwinning op een moeilijke tijd, van een moeilijke tijd voor of want, en dan zullen jullie samen zijn. Deze mensen zitten appelsap te maken, maar je ziet vier van de staven. Dat is echt een union kaart voor tweelingzielen. Dus als je niet tweelingziel bent, dan is het ja, een gelukkig gezinsleven, samen zijn, leuke dingen samen doen, samen appelsap maken of zo. Misschien heb je een boomgaard. Ja, dus ja, echt samenwerken en aan leuke dingen doen samen. Kijken wat er nou meer is. Ja, er moet wel iets vergeven worden, hè, want als je het verleden heelt en loslaat, zul je weer liefde kunnen ervaren in het hier en nu. Vergeven en leren. Dus er zijn wel wat dingen voorgevallen misschien. En het moet geheeld worden en loslaten. Zodat er meer liefde kan komen. Dus vergeef elkaar. Dus allemaal leerprocessen. En er moeten waarschijnlijk gesproken worden met elkaar. Gesprekken van hart tot hart. Bespreek je gevoelens in alle eerlijkheid met elkaar. Want het is misschien nog niet gebeurd. Niet eerlijk. Dus ja, gesprekken zijn altijd goed, hè. Komt een zegening van troost en hoop. Ja, er is iemand die zich heel in de steek gelaten voelt. Misschien jij door die persoon of die persoon door jou. Voelde zich in de kou gelaten. Maar laten we even kijken in het boekje nog wat er nog meer over staat. Ja, er komt ook wel een zegening van goed fortuin. Je hebt je waarschijnlijk een tijd hopeloos gevoeld, deze persoon. Dus er komt echt een zegening van betere tijden, van troost en hoop, van het zoete op je pad.
healing ook, compassie voor elkaar. Niet meer dat moeilijke tijd van je niet goed voelen, een beter begrip voor elkaar. Vreugde, zegeningen, genieten van elkaar. Ja, een prachtige energie komt eraan. Ja, deze persoon zit wel in energie, of heb gezeten, waar heel veel bedrog was, geroddeld werd. En daarom komt er dan ook een torenmoment. Dit past niet meer bij die persoon. Dus dat gaat weg. Al die roddels en gedoe. Oneerlijkheden. Karmische relatie wat niet meer dient. Want deze persoon gaat luisteren naar zijn hoger zelf. En voelt die liefde ook voor jou. Ja, en dan komt de vrede. Vrede, vreugde. En je ziet hier twee zwanen. Samen bij elkaar. Jullie horen bij elkaar. Jullie zijn een setje. Ja, hier staat ook verscheurd. Ja, waarschijnlijk zijn hij of jij verscheurd. Er is nog een kans om de relatie te helen. Misschien geloven jullie alle twee er niet meer in. Denk je misschien dat torenmoment komt nooit, maar die komt wel. Jullie missen elkaar waarschijnlijk. Ja, er zijn dingen nog niet uitgesproken, daarom is er ook iets verscheurd. Maar het is wel ware liefde. Deze persoon is je twin flame. Vandaar ook de union kaart. Het is je twin flame, tweelingziel. Bescherming, de geborgenheid en warmte vinden bij elkaar. Ja, dat gaan jullie doen. Jullie gaan elkaar weer vinden. Deze relatie wordt geheeld door elkaar te vergeven en dingen uit te spreken. Ja, deze persoon moet in zichzelf kijken. Waarom deze persoon dat voelt voor, waarom hij zo emotioneel is misschien. Waarom hij zich zo voelt, zo alleen. Dus niet gelukkig. Je kan ook alleen in de relatie zijn, hè? In de kou staan. Vriendschap. Ja, waarschijnlijk hebben jullie eerst vriendschap met elkaar gehad. En misschien bouw je het rustig op door eerst vrienden te zijn. En daarna gaat het liefdesleven dramatisch improve, dus omhoog. Dan komt echt een relatie. Dus waarschijnlijk doe je er rustig aan. In ieder geval, deze connectie is voor altijd en onbreekbaar. Jullie passen bij elkaar. Jullie hebben ook grote bewondering voor elkaar. Jullie bewonderen elkaar in alle opzichten. Dus aantrekkingskracht, maar ook bewondering. Hier staat, het is heerlijk om met jou onder één dak naar de regen te luisteren. Veilig en warm in bed, in elkaars armen. Je hoeft nog ineens geen seks bij te komen. Maar gewoon in elkaars armen liggen. Dat vinden jullie misschien ook heel lekker samen. Love is where the heart is. I can't keep my heart from wanting you. Ja, deze persoon weet dat bij jou de liefde ligt. Hij kan dus niet uit zijn hart douwen. Want hij verlangt naar jou. He is wanting you. Goed, kijk wat hij wil zeggen. Als ik in je ogen kijk, zie ik de spiegel van mijn eigen ziel. Ja, dat is met tweelingzielen vaak zo, hè. Mijn verlangen naar jou wordt groter en groter. Ja, ze voelen alle twee, jullie voelen alle twee
Dat verlangen. Ik denk op dit moment aan jou. Ik wil rust geven me de tijd om een beslissing te nemen. Dus misschien moet ik even rusten. Omdat er misschien een torenmoment komt. Wil deze persoon misschien zich voorbereiden op een torenmoment? Misschien wordt deze beslissing geforceerd door het universum. Maar in ander geval kan het zijn dat deze persoon gewoon nog een beslissing moet nemen. Kan die de torenmoment voor zijn? Als zo niet, dan komt dat torenmoment. Goed, gaan we even kijken wat hierin zit. En dan gaan we dit nog doen. Ik moest nog een dobbelsteen hebben trouwens. Maar ik pak maar even deze nog. Ik weet niet waar die gebleven is. Goed, deze persoon houdt van jou. Ik wil deze liefde op laten bloeien. Ja, wil jou een kus geven. Er is liefde natuurlijk. Ja, deze persoon gaat de weg naar jou vinden. Met kompas. Ja, deze persoon wil een nieuw begin met jou. Goed. Ja, twin flames. Ik krijg toch hier heel snel twee vlammetjes in elkaar. Vuurtje brandt, hè, voor tussen jullie. Als je geen twin flame bent. Vuurtje wordt opgeleid. En een lichtje gaat branden bij deze persoon. Je ziet ook wel dat jullie misschien twin flame zijn. Of dat er een vurig verlangen is. Goed, dan gaan we deze doen. Wat vindt deze persoon aantrekkelijk aan jou? Je zorgzaamheid. En dan, dit is een beetje op seksueel gebied, maar wel netjes. Wat wil deze persoon graag doen met jou? Nou ja, bij je liggen. Dus dat had ik, was hier ook, geloof ik. Deze persoon wil graag bij je liggen. Wat was hier? Ja, veilig en warm in bed in elkaars armen. Dus deze persoon wil graag bij je liggen. Goed, dat was de tweede groep. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo groep 3, de laatste groep. Ik ga even bij de tarotkaarten kijken. Ja, jullie hebben te maken met een persoon die vast zat. Tenminste, zelf ontworpen gevangenis, zeggen ze wel vaak van deze kaart. Hij zag het niet. Er stonden zwaarden omheen, hè, maar die zwaarden lijken wel in de grond gezakt hier. Dus hij kan er makkelijk overheen stappen en zich bevrijden. Ja, hij kan dat manifesteren, is de witch, de magier. Dus hij kan dat manifesteren om zich te bevrijden uit de situatie in zijn zelfontworpen gevangenis. King of Swords, ja, hij wil communiceren. Wat kan hij doen door middel van een brief? Ik zie een brief liggen. Er staat ook een kaars, dus hij heeft het licht bij zich. Kan zijn dat jij ook wel eens een brief hebt geschreven aan deze persoon. Dat hij dan misschien net of niet gelezen, maar heb hem gelezen. En want er is ook nog een brief met een zegel. Dus het kan zijn dat hij eentje terug gaat sturen. Of het is net andersom. Hè? Dat hij een brief heeft geschreven. Dat jij nu hem een brief wil schrijven. Maar er komt een nieuw begin. Dit is de Empress. Ja, ze is zwanger. Duidelijk een dikke buik. Dus er komt een nieuw begin. Ze hebben de appels al binnengehaald, geplukt. De oogst binnengehaald hier. Goed, wat is er nog meer? Laten we even naar de liefdeskaarten gaan. Ja, let op tekens. Er zijn waarschuwingssignalen.
Hoeft niet altijd hoor, het kan ook gewone signalen zijn. En laat je vrienden je helpen, vraag anderen om steun en accepteer die ook. Dus misschien moet hij meer hulp vragen, deze persoon. Kijken wat er nog meer is. Ja, deze persoon zit vastgebrand. Nee, zit vast in een opgebrande relatie, in een spinnenweb. Dus deze persoon moet zichzelf bevrijden eruit. Want er wil iets nieuws geboren worden. En er moet echt openhartig gemanifesteerd worden en gepraat worden. Desnoods door vrienden die helpen. Tekens krijgt deze persoon. Het is een jeugdliefde of iemand uit het verleden kruist je pad in de toekomst. Kan ook iemand uit het vorige leven zijn, hè? En je staat ook thuishaven, je veilig voelen bij de anderen. Ja, jij laat misschien het lichtje branden voor hem. Zodat jullie elkaar kunnen vinden, hè? De thuishaven. Misschien andersom ook wel. Elkaars vuurtorentje zijn. Ja, a blessing for unity where once was a division. Ja, het betekent een zegen van eenheid. En eerst was er een scheiding. Dus jullie gaan elkaar weer vinden. Ja, deze persoon komt thuis. Komt een nieuw begin. Thuis komen bij jou. Want er was misschien een conflict geweest tussen jullie. Er waren stormen geweest tussen jullie. Maar ja, die worden opgelost. Die worden opgelost. Jullie gaan elkaars pad weer kruisen. Conflicten worden, ja, er wordt van weggevaren. Dat wil deze persoon niet meer. Ja, er zal dus wel een milestone bereikt worden. Dit is de cup van de liefde. Dus alles ziet er goed uit. Dit is echt fijn iets wat er komt. En deze persoon wordt ook wel bewonderd daarom. De stappen die deze persoon heeft gezet naar jou toe waarschijnlijk. Mensen zijn... En het universum zegt ook, ja, gefeliciteerd, wij klappen voor jou. We hebben het goed gedaan. Ja, er is heel veel testen geweest voor deze persoon. Hij moest echt in de kracht staan en niet meer zwak zijn. Want heel veel testen. Deze persoon heeft goed opgepakt waarschijnlijk. Ja, en besef nou dat ze dingen moet laten gaan, of hij, hè. Zodat het universum het werk kan doen op divine timing, dus op goddelijke tijd, dingen laten gaan. Wat niet meer past. Dus uit de opgebrande relatie misschien, die laten gaan, wat past niet meer. Ja, dan zal de vrijheid er zijn. Niks kan jou meer stoppen. Het pad is duidelijk. Als je daar wil zijn. En dan zie je de regenboog ook voor geluk. Het is een heilige union. Ook weer union. Dus samenkomen. Misschien met een tweelingziel. Union staat ook voor het vaak voor mij. Ook voor tweelingziel. Samenkomen, thuiskomen. Eer en ook weer eer hebben van mensen, bewondering. Het is een heilige union. Heilig samenkomen met iemand. Helemaal verstrengeld in elkaar. Dus deze persoon zegt, je bent mijn alles. Jouw woorden laten alle zorgen in de wereld verdwijnen en maken me gelukkig. Ik heb ze nu even hard nodig als zonlicht en buitenlucht. Jouw woorden zijn mijn voedsel. Jouw adem mijn wijn. Je betekent alles voor mij.
Ja, je betekent heel veel voor deze persoon. Men ziet slechts goed met het hart. Het echtste, het echt belangrijk is dat men met de ogen, kan men met de ogen niet zien. Nou ja, echt voelen met je hart. Het oog kan niet altijd zien. Kijk wat deze persoon wil zeggen tegen jou. Het is zo anders gelopen dan verwacht. Zo had ik het niet bedoeld. Nee, deze persoon wou het anders. Ik wil je graag knuffelen en kussen. Ja, misschien heb je geen fysiek contact. Ik heb het gevoel dat ik op iets wacht wat niet gaat gebeuren. Ja, de twijfel slaat soms wel toe tussen bij deze persoon. Maar dat hoeft niet. Ja, omdat er iets moet laten gaan, hè? Een gevoel van vastzitten. Ik vind het fijn als je me telepathisch benadert. Ja, waarschijnlijk hebben jullie dus telepathisch contact met elkaar. Goed, gaan we even dit kijken. Nou ja, in ieder geval een feest, twee ballonnen. Ja, er is misschien nog iets wat nog besproken moet worden, maar dan komt geluk. Ja, het zoete in het leven komt er weer aan. Ja, en hier is ook die brief weer. Brief met hartjes. Dus misschien hebben jullie elkaar. Ja, het kan ook een e-mail zijn natuurlijk. Hè? Dat is een moderne brief. Of daar komt een liefdesbrief. Elkaar een brief gestuurd. Of een van jullie. Ja, het kan zijn dat deze persoon iets met Egypte hebt. Misschien Egyptische roots. Of van de Indianen. Of alle twee. Deze persoon is wijs waarschijnlijk. Goed, kijken wat deze persoon leuk vindt aan jou. Je pittigheid. Kijk wat deze persoon wil van jou op seksueel gebied. Hè? Wel netjes. Ja, die wil jou strelen. Die wil je aanraken, strelen. Goed, het was mijn reading. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet te liken. En in ieder geval tot de volgende keer. Doei!